In deze tutorial laat ik je zien hoe je met deze 1, 2, 3, 4, 5 bestanden deze opdracht namaakt in Photoshop. We starten met Photoshop opstarten door op het icoon te klikken. En dit keer hebben we niet een bestaande foto die we gaan openen, maar we gaan een nieuw bestand aanmaken. Kan ook met bestand en hier nieuw. Je ziet hier al allerlei voorinstellingen, dus dingen die al voor je zijn bedacht. We gaan werken op A4 en dat kun je het beste doen door naar drukwerk te gaan. Dan zie je A4 er al tussen staan. Soms als je nog een bijvoorbeeld A3 zoekt, dan kun je alle voorinstellingen weergeven, aanklikken. Maar deze stond er al. Aan de rechterkant kun je eventueel dingen nog aanpassen. Hier zie je, het is een staande afbeelding, dat is ook de bedoeling. Het formaat is al ingevuld en de resolutie staat op 300 pixels per inch. En dat is in dit geval goed. En dan mag je op maken klikken. Nu we een bestand open hebben staan, is het goed om heel even te kijken naar wat we zien in Photoshop, dus de werkruimte. Aan de linkerkant zie je allerlei gereedschappen of tools. De bovenste is om foto's te verplaatsen, gaan we vaak gebruiken. En achter het icoontje zie je ook de sneltoets staan, dus in dit geval is dat de letter V. Wat goed is om te weten, we gaan er gewoon straks doorheen lopen, is dat als je een bepaald toeltje hebt, bijvoorbeeld deze vierde, en je houdt hem ingedrukt, dan zie je dat daar nog vaak twee of drie andere tools tussen staan. Die hebben allemaal met elkaar te maken, dus doen ongeveer hetzelfde. Maar soms ziet het icoontje er wel anders uit. Dus als je even iets niet kan vinden, ga dan even kijken of je iets kan ingedrukt houden. Dus gewoon met je muis ingedrukt houden. Aan de rechterkant zie je allemaal panels. Onder andere die van lagen is belangrijk. Die gaan we vandaag veel gebruiken. Ben je nou een stukje kwijt, dan kan je altijd naar venster. Je kan je werkruimte even opnieuw instellen door te zeggen essentiële elementen opnieuw instellen. Maar je kan hier ook bijvoorbeeld, als hier zie je dat lager aanzetten met het vinkje. Maar mocht die uitstaan, kun je hem altijd hier aanvinken en krijg je hem ook weer terug.